U benoemt dus allemaal dingen uit die tijd, maar waarom is het er dan niet meer? Als het dan toen zogenaamd wel goed ging, waarom is het uiteindelijk gestopt? Hallo allemaal, welkom in de Bali en welkom bij Jongeren aan Zet, tevreden mbo'ers gezocht. Mijn naam is Isabel Sjarden, ik ben hier redacteur bij de Bali. Deze avond is een aftrap van een driedelige reeks die de Bali organiseert samen met een groep jongeren uit een buurthuis van Combiwel Jongerenwerk hier in de stad. En dat zijn niet zomaar jongeren. Deze jongeren hebben hun eigen debatsgroep opgezet, namelijk debatsgroep Attack. En dat hebben ze opgezet omdat ze zich weinig gehoord voelen in het publiek debat. Politici en beleidsmakers maken beleid over hen, maar zij zien hun belangen weinig vertegenwoordigd door deze politici. Dus tijd om je uit te spreken. Twee van hen zijn hier vanavond. Dat zijn Talita de Vries en Azar El-Bushaibi. Dat is misschien wel ook goed om te weten, aangezien jullie beiden op het mbo zitten, wat jullie eigenlijk studeren. Ik zit in mijn examenjaar, die volg ik op ROC Rai en ik volg de opleiding Junior Fashion Designer. Mm-hmm. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik zit in mijn eerste jaar van een juridisch administratieve dienstverlening. Voorheen heb ik de opleiding ook in Hilversum gedaan, maar ik vond Rai toch wel wat een leukere school. En wij doen hier aan debat, maar jullie doen zelf ook aan debat. Talita, kan jij me misschien iets vertellen over hoe een debatavond er bij jullie uitziet? Wij organiseren dus heel veel van kleine debatjes bij ons in het buurthuis, maar ook dialoogavonden. En dan bespreken wij maatschappelijke kwesties. En het kan van de school gaan tot aan hoe je omgaat met je geld, jongerenparticipatie, noem het maar op. En dan hebben we een dialoogavond, dan bespreken we van tevoren alles, leggen wat uit voor mensen die misschien niet veel over het onderwerp weten. En dan komen we met stellingen en dan vragen we naar de jongeren om hun mening, wat hun ervan vinden en naar hun eigen ervaringen. Ja, dat klinkt wel vet. Talita en Azar, die blijven hier vanavond lekker zitten. Zij hebben een bel. En als ze het gevoel hebben van, nou, dit is bullshit, dit kan niet, of ik heb wat toe te voegen, ik heb een vraag, dan gaan zij op de bel drukken en dan kunnen zij een vraag stellen aan de mensen aan tafel. Dan is het nu mijn groot genoegen om de hoofdgast van vanavond aan te kondigen. Wethouder Sofjan Barki namens de PvdA. Van harte applaus. Dag meneer Barki. Enorm fijn dat u er bent. En met wat voor gevoel zit u hier eigenlijk aan tafel? Ik vind het vooral heel leuk. Het is een hele jonge zaal. En dat is hier wel eens een uitdaging. Maar dat gebeurt niet heel vaak dat ik zoveel jonge mensen hier zie. Dus dat is heel mooi. Ik ben ook heel trots op de mensen die het georganiseerd hebben. Ze zitten erbij. Ik hoop dat ik geen bullshit ga praten, dat ik het belletje ga horen. Dus ik ga mijn best doen. Nee, ik voel me wel heel erg betrokken bij het mbo. Want mijn eerste baan was als docent op het mbo. Mijn eerste echte baan. Dus ik ben in die zin voel ik me wel ook persoonlijk wel betrokken bij het thema. En ik vind het wel mooi dat mbo'er zelf de laatste tijd ook gewoon aan de noodklok trekken. Van, hé, wacht eens even, vergeet ons niet. Dan denk ik dat het nu tijd is om alvast voor het eerste panel de eerste spreker naar voren te halen. En dat is Sydney Polak. Jij bent afdelingsleider op het Berlage Lyceum. Ja. Ik heb hier voor mij de mbo-agenda, die is van de gemeente. Hij telt zo'n 54 pagina's. En een van deze speerpunten die hier beschreven staat is eigenlijk het verbeteren van de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Wat ziet u om u heen gebeuren? Wat je tegenwoordig ziet, wij zijn een brede school, zijn wij. MAVO, HAVO, VWO tot en met gymnasium. Ik heb ook op wat kleinere vmbo-scholen gewerkt. En dan ziet het toch wat anders uit elkaar. Is dat je ziet dat leerlingen veel meer voor het HAVO kiezen in plaats van het mbo. Nou, ik denk dat ik zit niet heel goed in de cijfers voordat je gaat bellen. Maar ik denk dat we rond 10 jaar geleden zo ongeveer 10-15% overstappers hebben naar het HAVO. Mm-hmm. Toen er nog de drempel zat van 6,8 en al die andere dingen. Nou, een paar jaar geleden is die drempel eruit gegaan. En we merken bij ons op school dat wel meer dan 50% van onze leerlingen op het vmbo voor HAVO kiest. En dat heeft een aantal redenen natuurlijk. Een van de redenen is dat ze heel veilig op school willen blijven zitten. Kleinere school, we hebben maar 1160 leerlingen in plaats van de grote mbo. Tweede reden is natuurlijk dat kinderen ook wel tijd nodig hebben om te kiezen.
Want we praten altijd over het mbo, alsof je daar timmerman kan worden en voor de rest niks. Ik zag 13.000 verschillende opleidingen waar niemand dat van weet. Het derde ding waar je tegenaan loopt is dat het mbo ook eigenlijk niet zo goed staat aangeschreven bij kinderen. En vooral ouders die meekijken, die toch wel heel groot nog zijn als kinderen 14, 15 zijn en willen helpen in hun keuzes. Dus de kant van het mbo is onderbelicht. Ik denk dat heel veel ook zit in het goed begeleiden van deze toekomstige studenten op het mbo naar een opleiding. En inderdaad ook daarin speelt dat het mbo zoveel opleidingen biedt. Je kan daar zoveel doen. En dat moet ook veel meer op de voorgrond komen, waardoor je ook beter in staat bent om een keuze te maken. Maar dat begint ook bij kennis van bekennis bij de docenten op het VO die begeleiding moeten doen. Ik vind het op zich wel interessant. Op het VMBO of de middelbare scholen hebben we vanaf leerjaar 2 of 1 bijna loopbaan leren. Dus kinderen zijn al 4 jaar lang bezig met het oriënteren op beroepen, op opleidingen, op dossiervorming, op hun eigen, hun eigen keuzes. En je merkt natuurlijk doordat je jeugd is. Maar dat bij de bar er even snel over. Hè? Dat jij gaf bij mij aan, zei je van nou, ik vind het eigenlijk zo jammer, want toen ik op het mbo zit, toen kreeg ik pas echt de begeleiding dat ik precies wist wat ik ging doen. Maar die heb je 4 jaar gehad. Alleen bij ons komt het niet aan. Ik weet niet, het is misschien de leeftijd of de vorm. De vraag is, hoe doen we dat dan anders? Wat het allerbelangrijkste is dat we ook dat bewustzijn wat mbo's nu hebben, dat we dat ook gaan bekrachtigen en meer in positie gaan zetten. Want er zijn in Amsterdam alleen al opleidingen waar ze in andere steden van dromen. We hebben hier een geweldige jeansopleiding. We hebben heel veel fashionopleiding. Dus het is inderdaad, het beeld is al heel snel. Het gaat om bepaalde opleidingen. Ook economieopleidingen zijn heel populair. Terwijl je eigenlijk tegenwoordig beter een technische opleiding kan doen, want daar verdien je veel meer geld mee. Dus ook in dat verhaal vertellen aan studenten valt nog veel winst te behalen. Ja. En het zit hem ook in samenwerking tussen de mbo's en de volgens het onderwijs scholen in de stad. Maar ook het bedrijfsleven kan natuurlijk daarin een belangrijke bijdrage. Want die weten ook wat er nodig is. Die kunnen ook een perspectief schetsen waarbij ze zeggen, als je die opleiding afrondt, hebben wij een baan voor je. Het moet ook concreet worden. Het aantrekkelijker maken. Zeker, zeker. En de opleidingen moeten daardoor ook aantrekkelijker worden, ook op het mbo. Dus het zijn heel veel zaken die we moeten doen. Maar ik denk, om toch weer terug te komen bij het begin en startpunt, het begint ook bij dat we met elkaar ook uitstralen. Dat het mbo niet alleen maar erbij hoort omdat we handjes nodig hebben, maar dat het ook gewoon een volwaardige onderdeel is in ons onderwijssysteem. En dat we dat ook zo moeten waarderen. Het is wel interessant wat u zei, want u zei natuurlijk, mbo moet ook gezien worden als eindstation. Ik denk dat veel mensen het hier mee eens zijn, hier in de zaal. Maar wat ik wel interessant vind, is hier aan de mbo-agenda, is dat speerpunt 6, stimuleren van mbo-studenten om op te stromen en door te stromen. Dat is wel deel van het beleid om mensen door te laten stromen naar hbo, gericht daarop. Hoeveel energie moet daar dan heen gaan als je ook ruimte wil geven aan mbo's eindstation, juist op dit moment waarin veel mensen actie voeren? Nee, maar kijk, volgens mij moeten we kijken naar de doorstroom van het VO naar het mbo, maar net zo goed van het mbo naar het hbo. Omdat je niet zozeer het onderwijssysteem centraal moet stellen, maar het gaat ook om de individuele studenten en de leerroute die je kiest. Want je kan net zo goed een HAVO-advies gekregen hebben en toch voor het mbo kiezen. Omdat je denkt, dat past beter bij mij op dit moment. En ik wil later, als ik wat ouder ben, met een diploma op zak naar het hbo. Ik bedoel, die routes zijn er ook. We zijn een kennismaatschappij. We zijn een dienstenmaatschappij, zijn we. Al heel lang. Dus dat betekent gewoon dat ook al deze kinderen die nu op het mbo zitten, die willen zich ontwikkelen, die willen studeren, die willen leren. Die worden eigenlijk meer verantwoordelijk naarmate ze wat ouder worden. Die gaan ook het licht zien, net als ik dat deed toen ik misschien 36 en jullie op je 18e. Ik heb het nog steeds niet gezien. Dat dacht ik al. Maar bedoel, door steeds te noemen dat het mbo dus een eindkwalificatie kan zijn, waar ik het heel erg mee eens ben, doen we daar wel recht aan dan aan die studenten? Wat vinden die studenten daar zelf van? Vinden studenten ook dat ze na het mbo klaar zijn en dan kunnen gaan werken en dan maar het werkleven in kunnen? Of hebben jullie zelf, ik kijk even naar jullie toe, of hebben jullie misschien zelf van nee, ik doe straks de fashionopleiding, want je doet fashion. Voor jou weet ik het eventjes niet. Wat ga je hierna doen? Wat zou je hierna willen doen? Zou je meteen aan het werk willen in de industrie of zou je graag nog willen doorstuderen? Nou ja, ik heb ervoor gekozen om te stoppen met school en me gewoon te focussen op mijn bedrijf en gewoon te werken. Omdat ik gewoon vind dat mijn niveau 4 diploma genoeg is. Ja, mooi. Ja, dat mag wel zo geklapt worden. Ik weet nog niet zo goed wat ik hierna wil doen. Ik zou wel door willen studeren, maar ik kan best wel veel doen na mijn opleiding, waardoor ik dus niet zo goed weet wat ik 1, 2, 3 graag wil doen. Dus mijn doel voor ogen is eigenlijk alleen mijn diploma halen en daarna wil ik wel verder kijken. En aangezien ik nu ook het woord heb,
ik wil goed pakken. U vertelde al, meneer de wethouder, een paar keer dat u op middelbare school heeft gewerkt. En u vertelde al, u heeft op HOW gewerkt van 2006 tot 2010 en het Calvijn College van 2010 tot 2016. U benoemt dus allemaal dingen uit die tijd, maar waarom is het er dan niet meer? Als het dan toen zogenaamd wel goed ging, waarom is het uiteindelijk gestopt? Want er zijn meerdere dingen waar bijvoorbeeld ook het studenten-OV die er dan uiteindelijk is gekomen. Of dat mbo-studenten pas, als ik het goed zeg, sinds januari 2021 pas studenten zijn. En daarvoor waren wij nog scholieren. Ja, dat is gewoon een beetje jammer. Nee, ik ben het met je eens. Ik denk persoonlijk dat het heel belangrijk is dat we steeds meer gaan waarderen dat met een mbo-diploma je ook gewoon volwaardig onderdeel bent van onze samenleving. En dat leren, laten we daar ook heel duidelijk in zijn, doe je niet alleen maar via een opleiding. Leren doe je namelijk ook gewoon in de praktijk. En helemaal vandaag de dag, wanneer we het hebben over leven lang leren, dat gaat niet alleen maar via een onderwijsinstelling, dat gaat ook op andere plekken. En ik denk dat dat heel erg beeldend maakt vandaag hier, hoe jullie daar allebei ook nu al over nadenken. Dus ik ben eigenlijk heel blij. Dank u wel. Ik heb een vraag voor meneer Polak. Ik vroeg me af, wat doet u als u een boze ouder heeft en die eist dat de scholier door moet stromen naar het HAVO? Heeft u dat wel eens meegemaakt? Hoe gaat u om zo'n situatie? Nee, dat is wel een heel gek voorbeeld. We hopen natuurlijk dat kinderen zelf hun keuzes maken. Maar ze zijn minderjarig, dus ouders moeten sowieso meedenken. Ik denk dat dat ook goed is. Maar wat ik merk is dat op het moment dat je de mbo-route eigenlijk een beetje... Kijk, we zijn VMBO. We heten wel MAVO bij ons bij het Berlaag, maar we zijn VMBO. Dus de route naar het mbo is voor ons een logischere route dan het HAVO. En het is best moeilijk om daar zo objectief mogelijk over te praten met je kinderen. Want je wil niemand voor zijn schenen schoppen. Kijk, als je iets niet moet doen, is het de hoop van kinderen weghalen. Of de dromen wegtrekken. Dat is het ergste wat er is. Want hoe vaak krijg je niet als MAVO-kind op een gymnasiumschool te horen dat je minder bent dan de rest. Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje gek omgeving waar wij in zitten. Met zo'n hele brede school, hè? Ja. Maar ik heb geen ouders die bij ons de stellensprong stampijn maken omdat het kind naar het HAVO moet. Het lijkt me best wel een moeilijke balans eigenlijk om te vinden. Aan de ene kant laten zien dat mbo goed, ook super goed is en voor sommige mensen precies wat ze moeten doen. En aan de andere kant ook weer niet als een student of een leerling dat wil, ook niet probeert ontmoedigen. In je begeleiding met kinderen moet je zoveel mogelijk de ervaringen meenemen van je oud-studenten. Als Azar bij ons volgende week op school komt en een verhaal vertelt, dan grijp je ook iedereen. Dan neem je ook iedereen mee. Zodra wij al die toespraakjes gaan doen en uitleggen wat je moet doen, dan is het weer een verhaal van ons. Dus mijn dochter heeft HMC gedaan en die is daarna bouwkunde gaan doen. En die haalt op prop duis met achten en negens, omdat ze op het mbo heeft gezeten. En dat is een heel ander verhaal. Niet dat je op het HAVO dan niet goed je best doet of zo. Maar dan krijg je totaal ander les. Dus wat je merkt op de HBO's, en daar is ook wel een taak, denk ik, weggelegd voor het HBO zelf, is dat je bij dit soort opleidingen heel voorsprong hebt. Als je al technisch leert tekenen op het mbo, als je al heel veel leert samenwerken en dat je werkt met deadlines enzovoorts. Dan gaan we nu hebben over volgend onderwerp, wat ook enorm belangrijk is als we het over mbo hebben, namelijk de stages. Ter voorbereiding van deze avond hebben wij dus onderzoek gedaan en wij hebben een oproep geplaatst op sociale media naar stageverhalen en stageervaringen over jongeren die dus dingen hebben meegemaakt of dingen hebben gezien op een mbo-stage. En daarbij kwam een stageverhaal uit van een destijds 15-jarig meisje. Zij deed de bakkersopleiding en koos de opleiding puur omdat ze eigenlijk nog leerplichtig was. Ze was 15, ze wist nog niet zo goed wat ze moest verwachten. Ook waar we het net over hadden, de begeleiding naar het mbo was niet heel uitgebreid. Dus ja, ze deed maar wat. Ze heeft twee onbetaalde stages gedaan, waarvan geen leuke ervaringen waren. In de eerste week had ze dus stagedagen van 8 uur per dag. En zonder pauze. Als zij dan een half uurtje pauze wou nemen, keken de mensen om haar heen alsof ze de raarste vraag ter wereld stelde. Terwijl het hartstikke normaal is als een meisje 15 is, de eerste stagedag, dan ben je nog niet bereid om zo'n lange stagedag te lopen. Ook kreeg ze heel veel ongepaste blikken en opmerkingen naar haar toe. Zoals als ze geen 15 was, dan had ik het wel geweten. Ook toen ze naar haar stagebegeleider ging, die nam haar niet serieus. Hij gaf als antwoord, ja, zo zijn bakkers. Ja, dat komt omdat je stagiair bent. In haar tweede stage, dat waren haar ergste 6 maanden van haar leven. Het was de meest vrouwonvriendelijke sfeer.
Vrouwen die langs de zaak liepen, die werden nageroepen en nagefloten. En zij zelf ook, een stagiair van 15 nogmaals, werd op de billen geslagen als grap omdat het kon. Haar stageuren waren van 4:45 's ochtends tot 2:00 's middags, ofwel 6:00 's avonds, ook op feestdagen. Een school zou een gesprek starten met de stageplek, maar die is er nooit achteraan gegaan. Je hebt hier te maken met onredelijke werkuren, uitbuiting, een begeleider die haar niet serieus neemt en met, nou ja, een vrouwenvriendelijke werkomgeving. Dit is wel een van de heftigste gevallen, maar er zijn nog steeds heel veel meisjes die dingen meemaken op stages, die niet prettig zijn. En heel veel van die meisjes die schamen zich ook, durven er niet echt voor over uit te spreken. Mm-hmm. En de meisjes die dat doen, ja, die zijn gewoon echt bikkels, want er zijn nog steeds te weinig meisjes die dat doen. Mm-hmm. En dit is wel dus een extreem geval, maar ze was 15 en dat is gewoon heel erg schrikken. Mm-hmm. En hoe luistert u hiernaar, wethouder? Ja, op de vraag hoe representatief. Dit is gewoon één keer te veel. Dit zou niet afhankelijk moeten zijn van hoe vaak het gebeurt. Dit is gewoon niet hoe het hoort. Helemaal als je op zoek bent naar een stageplek. Ja. Het is onderdeel van je opleiding. En dan verwacht je dat je dat in een veilige omgeving doet. Maar ook met de juiste begeleiding. Zowel vanuit de school als vanuit het stagebedrijf. En laten we heel eerlijk zijn, daar valt nog wel een wereld te winnen. Ook in Amsterdam. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan gaat het misschien niet alleen over natuurlijk een slechte werkomgeving waarin seksisme en dergelijke voorkomt. Vooral bij minderjarige jongeren. Is natuurlijk vreselijk, maar dingen zoals geen betaling, onredelijke werkuren. Hoe vaak hoor je dat, Talita? Dat hoor ik ook heel vaak langskomen. Iemand in mijn persoonlijke omgeving die doet een dierenopleiding. Ik weet niet precies welke opleiding ze doet, maar ze zit op het Ares in Barneveld. En bij haar exact hetzelfde verhaal. Dan moet ze 3 keer in een jaar stage lopen, van 8:00 's ochtends tot 6:00 's avonds. Mm-hmm. Onbetaald, en heeft zij dan wel pauzes ertussen. Maar dat dan 5 tot 6 dagen in de week. Mm-hmm. En dat 3 keer in een jaar is echt heel veel. Ze zit meer op stage dan dat zij bezig is met school. Mm-hmm. En ja, dat is dan weer een ander geval. Ja. En uit eigen ervaring weet ik wel dat, dat als je aan het HBO of aan de WO studeert, dat je vaak wel een stagevergoeding krijgt. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, precies dit. Ik denk, stage is een belangrijk onderdeel van een MBO-opleiding. En wat werkgevers moeten weten, is dat het niet een verkapte manier is om iemand binnen te halen die niet hoeft te betalen. Mm-hmm. En aan de andere kant zien we natuurlijk ook heel veel uitdagingen als het überhaupt gaat om het vinden van een stage. Wat je soms ook ziet gebeuren, is dat op een gegeven moment studenten toch voor een plek kiezen, ongeacht dat er geen vergoeding in zit, want je wil die opleiding afronden. Laten we ook niet vergeten dat een fenomeen als stagediscriminatie ook nog een rol speelt. Ook op basis van leeftijd, ook op basis van achtergrond. Dus soms is het ook wel een gedwongen keuze die je maakt. En daarom is het des te belangrijker dat we als stad, maar ook als mbo's in Amsterdam, hier heel veel het gesprek over voeren met elkaar. Mm-hmm. Maar het bedrijfsleven ook wijst op hun verantwoordelijkheid, maar ook de begeleiding die er soms nodig is vanuit de scholen, ook goed organiseren. Ja. Want wat je niet wil, is je student, ja, ik weet niet hoeveel weken of maanden soms, eigenlijk aan haar lot overlaat. En dat je bij niemand terecht kan. Als je niet op je stageplek bij de begeleider terecht kan, moet het zo zijn dat je wel op school bij iemand terecht kan. Mm-hmm. En dat die op een gegeven moment ook degene is die via jou geïnformeerd is en dan ook contact opneemt met de stage. Dus daar valt nog echt wel winst te behalen. En ik denk dat dat ook iets is waar we de komende jaren ook echt op moeten inzetten. Mm-hmm. Liggen daar plannen voor? Die liggen er altijd. Er liggen altijd plannen. Maar ik denk dat het ook iets is wat niet nieuw is. Maar het gaat er wel om dat we dit nog hoger op de agenda zetten. Kijk, mijn geluk, zeg ik als wethouder economische zaak, dat ik ook met al die bedrijven in gesprek ben. Dus dat doe ik over heel veel thema's. Maar het fijne is dat ik als wethouder mbo en economische zaak die zaken wel aan elkaar kan combineren. Van hé, we hebben die stageplekken nodig. Zorg ervoor dat jullie ook participeren. Maar vergeet niet dat het niet een verkapte manier is van mensen binnenhalen die je niet betaalt of een kleine stagevergoeding geeft. Het is namelijk ook jouw toekomstig personeel. En hoe ga je daar vandaag al mee om? En dat is wel iets wat bij de werkgevers van deze stad ook wel iets is wat ze goed oppakken. Dus ik ben daar op zich wel positief over. Maar het blijft wel iedere keer weer alert zijn. En ook ervoor zorgen dat er ook vanuit de mbo's voldoende begeleiding op zit. Mm-hmm. Duidelijk. En een verplichte stagevergoeding voor mbo'ers? Wat te regelen? Ik denk ook daarin dat je vooral de keuze ook moet. Kijk, als jij niet 8 uur achter elkaar werkt, maar het is echt een stage, je hebt de juiste begeleiding, dan zijn er genoeg studenten die zeggen dat is ook prima. Mm-hmm. Dus de vergoeding is niet per se waar mbo's inderdaad op zoek zijn. Ze willen gewoon een fijne plek hebben waar je stage kunt lopen. En tuurlijk is een stagevergoeding iets wat je moet meenemen.
Ja, laten we het erover hebben. Ik ben niet tegen, maar de werkgevers moeten het wel willen betalen. En als ze zeggen, we willen in ze investeren... en dat kost ook geld, door iemand erop te zetten die goed begeleidt... Ja, dat heb ik dat liever dan een vergoeding. Maar het allermooiste is dat je en goed begeleid wordt... en een mooie vergoeding krijgt. Mm-hmm. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik liep op eieren, dat voelde ik. Talita. Ik heb een jaar geleden via het KPMG, dat is een heel groot bedrijf die van alles doet... heb ik geprobeerd om een studiebeurs te krijgen. Daar moest ik verschillende rondes voor af. En dat is niet heel belangrijk, maar een bijvoorbeeld zoals KPMG... die krijgt jaarlijks van de overheid een groot bedrag... om te investeren in de samenleving, om te investeren in jongeren, noem het maar op. Bijvoorbeeld deze studiebeurs... Niemand weet ervan af. Ieder jaar hebben ze juist te weinig mensen die zich aanmelden. Ze hebben plek voor meer dan 100 mensen, er komen maar 20 mensen. Dus het geld is er wel, alleen wordt het niet slim geïnvesteerd. Waarom zou je zo'n groot bedrijf jarenlang zoveel geld geven... terwijl je toch ziet aan het einde van het jaar besteden ze toch niet alles eraan? Dan kan je dat soort bedrijven ook minder geld geven... en meer geld investeren in dingen die daadwerkelijk gewoon nuttig zijn. Nee, maar ik ben het met je eens. En laat ik heel duidelijk zijn. Als het aan mij ligt, krijgt ieder mbo'er een stagevergoeding. Alleen, wij gaan er als gemeente niet altijd over. Wat ik wel zou vinden, is dat we het als gemeente in ieder geval wel doen... om een voorbeeld ook te geven naar andere organisaties. Maar waar het mij vooral om gaat nu... is dat ik zie dat de begeleiding ook niet goed is... waardoor je opleiding niet kunt afronden. En ik denk dat dat iets is waar we gezamenlijk op moeten inzetten. Mm-hmm. En dat een stagevergoeding uiteindelijk ook iets is... waar een bedrijf zelf een keuze in maakt. Maar als het aan mij ligt, krijgt iedereen, ongeacht waar je zit... of het nou hbo, w of mbo is... Mm-hmm. gewoon een fatsoenlijke stagevergoeding naast de goede begeleiding. Lijkt me een hartstikke mooi voornemen. Nog even van een toch wel negatief verhaal naar misschien iets positief verhaal. Talita, je hebt ook nog een verhaal wat je wilt delen met ons over de stages. Ja, dat klopt. Ik ga mijn eigen stageverhaal delen. Want gelukkig was die niet zo negatief als verhaal van Talita. Vorig jaar was voor het eerst dat ik ergens stage moest lopen voor een half jaar. Ik vond het heel spannend. Ik ben heel lang wezen zoeken op stagemarkt. En ik merkte al gauw dat het best wel moeizaam ging. Het zoeken is dus inderdaad best wel lastig. En vooral in leuke en een leerzame stageplek. Want je hebt al gauw van, oh, het lukt niet, motivatie zakt. Ik ga gewoon overal solliciteren. Ja. En toen ben ik uiteindelijk gekomen bij Mart Visser. En ik heb heel veel geleerd. En veel eruit kunnen halen. Uiteindelijk, ik ben daar nog steeds part-time aan het werk. Dus mijn stageervaring was eigenlijk heel mooi. Alleen is er wel één ding. Ben ik dan de enige uitzondering? Dat kan toch niet? Mm-hmm. Want nog even, net als die vraag van hoe representatief is dat negatief verhaal? Hoe representatief is dat positief verhaal? Heb je veel mensen om je heen die hetzelfde soort, iets gelijks ervaren? Nee, ik merkte al toen ik terugkwam op school eigenlijk dat de stageverhalen niet heel positief waren. Mm-hmm. En dat mensen bijvoorbeeld niet veel hebben geleerd of dus geen vergoeding kregen. Mm-hmm. En vooral dat leren, het ging niet goed. Stages, sommigen hadden in een half jaar 3 verschillende stageplekken. Mm-hmm. Dus ik merkte wel gewoon al dat ik best wel blij was dat het bij mij wel goed verliep. Alleen voor mijn medeklasgenoten minder. Ja. En dat was wel... Dus ook inderdaad wat de wethouder zei van goede begeleiding... die miste eigenlijk een beetje. Ja, zeker. Te weinig geleerd. Ja. Ja. Ik noemde wel een aantal dingen. Maar wat zou jij adviseren aan de mbo's en aan de werkgevers... als het gaat om stageplekken voor mbo's... om het overal tot een succes te maken? Wat zijn volgens jou echt de succesfactoren? Stagevergoeding, dat hoorde ik net al. Dat is wel een mooie beloning natuurlijk. Ja. Maar het gaat niet alleen daarom. Ik denk gewoon dat... sommige bedrijven, of nou de meeste, gewoon echt weten hoe ze met studenten om moeten gaan. Omdat stagiaires, vooral in het mbo, al snel worden gezien als mensen die alleen koffie halen of zo. Dus gewoon investeren in bedrijven, met hun in gesprek gaan. En weet je, stel je loopt een half jaar stage, er komt bijvoorbeeld maar 1 keer docent langs. En dan gaat het allemaal heel mooi en prima, maar al die andere dagen niet. Dus ik denk gewoon echt goed contact met bedrijven en school. En echt vooral investeren in bedrijven die dan begeleiding naar studenten kunnen bieden. Mooi, dankjewel. Goeie tip. Goeie tip, zeker. Neem hem mee, zou ik zeggen. Dan nodig ik nu de volgende gast voor ons panelgesprek uit. Dat is Max Bodie.
Max is medeoprichter van Play to Work, een arbeidsbemiddelingsbureau dat zich specifiek richt op mbo-studenten en afgestudeerden. Nou ja, op jullie site staat heel flashy: solliciteren zonder cv en motivatiebrief, maar met een game. Ja, yeah, dat klopt. Hoe zit dat? Nou, je speelt spelletjes voor een baan, want het moet een beetje leuk zijn voor die gasten. Mm-hmm. En die gasten bloeien de mbo-studenten? Ja, die mbo'ers, ja. Ja. Overigens, ik ben zelf ook mbo'er, hè. Mm-hmm. De MTS gedaan. Wat is dat? De middelbare technische school. Kijk. En dan leer je hoe je computers in elkaar schroeft. Mm-hmm. Maar ik heb twee linkerhanden, dus dat leek me niet een goed plan. Toen ben ik bedrijfskunde gaan doen. Ja. De HTS heette dat vroeger. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik op mijn oude dag ook nog gepromoveerd in Groningen. Dus ik ben een mbo'er met een PhD. Dus ik ben het verkeerde voorbeeld van hoger is beter. Uh-huh. Ik heb een heleboel geluk gehad in mijn leven. Uh-huh. En met Play to Work probeer ik dat geluk een beetje te delen. Ja, want hoe werkt dat nou precies, Play to Work? Je hebt een game, die speel je en dan krijg je een baan. Wij bemiddelen mbo'ers aan een baan. Uh-huh. Die een spelletje hebben gespeeld. Dat is een beetje lullig gezegd, maar er zit heel veel slimheid en intelligentie in die games. Het zijn eigenlijk gegamificeerde assessments, dus testen die je doet. En je kunt swipend naar een baan. Dus dat moeten jonge mensen enorm aanspreken, denk ik. En hoe succesvol zijn jullie tot nu toe? Nou, er zijn 80.000 spelers die het spel hebben gespeeld. Er gaan ongeveer 200 of 2000 sollicitanten per maand naar bedrijven toe. We hebben een stuk of 120 verschillende klanten. We zijn wel redelijk succesvol. Ja. Dus we hebben een platform gemaakt. En dat platform maakt zeg maar vraag en aanbod transparant. Ja. En we hadden het net over stages. Wat denk ik een fantastische oplossing zou zijn van het vraagstuk. Wat we allemaal niet gaan oplossen hier vandaag. Maar maak het eens transparant. Laat alle studenten die stage lopen. Doe het dan maar nemen en shamen. Maar ook complimenteren. Want als je een goede stage hebt gehad, geef je gewoon 5 sterren. Korte referentie, de overheid hier in Amsterdam die het transparant maakt. Mm-hmm. Ik denk dat dat een hele snelle, een hele goede corrigerende maatregel is op gewoon, ik noem even ruk stageplekken, want die heb je ook. Kende u dit bureau eigenlijk? Nee, ik heb me wel van tevoren een beetje ingelezen erin. Ja. Dus ik dacht, die zullen aanwezig. Maar het zijn natuurlijk wel manieren om op een laagdrempelige manier vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Ja. En ik denk persoonlijk, als het gaat om die stages, er zijn wel keurmerken die we hebben in het land als het gaat om bepaalde plekken. Je moet ook een keurmerk aanvragen voordat je überhaupt als een stageplek jezelf mag aanbieden. Mm. Maar ik denk wat natuurlijk wel helpt, is als je het op een bepaalde manier laagdrempelig maakt voor zowel de student als voor de werkgever. Om naast het feit dat je aan elkaar koppelt ook, nou, als je een recensie krijgt, dat stimuleert enerzijds. En anderzijds zul je ook zien dat bedrijven die niet zo goed omgaan met die verantwoordelijkheid, wellicht niet meer zichzelf kunnen positioneren als zijnde van wij doen heel veel. Want niet alleen het heel veel doen is belangrijk, maar ook het goed doen is denk ik ook iets wat we meer moeten waarderen. En hoe moeilijk is het eigenlijk om bedrijven te vinden? Technisch gesproken is Play to Work een marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Dus je hebt mensen die een baan zoeken of een stage. Mm-hmm. En je hebt werkgevers met een vacature. Of een stage. En die laatste twee, dat is wel een verschil. Want zoals iedereen hier denk ik weet, en het is dat werkgevers hebben vaak een afdeling personeelszaken of HRM. Jij wilde HRM gaan doen, hè? Human Resource Management heet dat dan ingewikkeld. En daar werken recruiters en die zijn heel de dag bezig om vacatures in te vullen. Dat is hun werk. Er is een baan. Er is een baan waarbij je heel de dag dat aan het doen bent. Dat weet ik. Alleen die recruiters en die HR-specialisten, die gaan vaak niet over de stageplekken. Ja. De stageplek is bij de gratie van een individu, van een hiring manager of een teamleider, die denkt, ik ga daar eens tijd aan besteden. Bij heel weinig bedrijven is dat heel professioneel georganiseerd. Mm-hmm. En dat betekent dat het aanbod van stageplekken door bedrijven niet transparant op de markt wordt gezet, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Het is heel moeilijk voor studenten om een stageplek te vinden, omdat dat verborgen zit in bedrijven. De enkeling, de uitzondering daar gelaten. Dus maak het nou voor die werkgevers ook makkelijker om op die ROC's en op die vakscholen die stages aan de man of de vrouw te brengen. Ja. En zorg ervoor dat een werkgever die dan niet die certificering, een technische groothandel bijvoorbeeld. Er zijn heel veel technische groothandels in Nederland die dat is een perfecte baan voor mbo. Een beetje techniek, een beetje commercie. Fantastisch. Er is alleen geen accreditatie door het SBB. Er is geen formele toestemming dat je daar wordt opgeleid om te doen wat je doet. Mm-hmm. Nou, en dus zijn er geen stageplekken. En dat soort rare
kronkels, die moeten we met elkaar kunnen oplossen. Ja. Ik ben trouwens wel helemaal eens met het punt over aan de organisatiekant van bedrijven. Dus dat je wat betreft wat je zegt, je hebt heel veel HR-mensen die bezig zijn met het binnenhalen van mensen. Maar het is nog pijnlijker. Vaak zie je dat ze HBO'ers en WO'ers wel daar belegd hebben, maar dat de MBO'er ergens belegd is bij iemand die het doet omdat hij hier persoonlijk heel bevlogen is. Maar het is niet geprofessionaliseerd bij bedrijven. Dus je ziet dat de MBO'er het per definitie moeilijker heeft om binnen te komen. Mm-hmm. Terwijl je zei het net ook al, een HBO'er en een WO'er die op zoek moet naar een praktijkplek, dat lukt wel makkelijker, omdat ze vaak ook gewoon de lijnen al hebben uitgemeten. Dus dat is nog wel een uitdaging, hoe we binnen de bedrijven ook tussen de oren gaan krijgen dat MBO'ers evenveel waardering ook verdienen. Ja, want in de MBO-agenda is er al een rol voor werkgevers weggelegd. Hoe zouden die groter kunnen maken? Nee, kijk, dit is wel het moment nu. Hè? En ik ben altijd wel een beetje terughoudend om die arbeidstekorten die we nu hebben direct te linken aan het MBO. Want het MBO is meer dan alleen maar de arbeidstekorten. Maar laten we niet vergeten dat zonder het MBO functioneert dit land niet. Het is gewoon een feit. We kunnen heel lang hierover blijven doordiscussiëren, maar heel veel zaken die wij belangrijk vinden als samenleving, daar zit vaak iemand die een mbo-opleiding heeft gedaan achter. Ja. Dus dit is wel het moment om met die werkgevers ook het gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Van willen we de uitdagingen, de maatschappelijke opgaven die we als land hebben, ik noem er maar één, de energietransitie. Mm-hmm. We willen allemaal verduurzamen. Nou, daar speelt het mbo een hele belangrijke rol in. Ja. Dus dit is wel het moment om met werkgever ook het gesprek aan te gaan. En dat is minder vrijblijvend. Enerzijds vanuit de overheidskant wellicht, maar aan de andere kant voel ik ook wel bij hun de motivatie, omdat ze namelijk ook zien dat ze moeten wel en we moeten ook gezamenlijk deze opdracht gaan vervullen. En zij hebben daar een verantwoordelijkheid in als werkgever en de mbo-instellingen hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. En wij als overheid natuurlijk ook en het bedrijfsleven wil ook heel graag helpen met allemaal handige tools. Dus dat moet goed komen, denk ik. Een beetje practice what you preach, als ik mag vragen. Dus toen wij als publiek-private samenwerking ons platform hadden gebouwd en de eerste vacatures wilden plaatsen, toen hebben we ook ons best gedaan om de vacatures van de gemeente op de website of op de platform van Play to Work te krijgen. Ik zal het kort houden. We wachten nog steeds op de eerste vacature. Daar gaat het niet om. Dus daar gaat het wel om. Nou, nee, maar mijn vraag is dan ook over stages. Sorry dat ik je ontbreek. De gemeente zelf, practice what you preach, is er zelf zo'n betalende voor stages en goed begeleidende werkgever als dat we met elkaar willen? Ik vind het namelijk wel een belangrijke opdracht die we als overheid hebben. En ik ben nu net 4 maanden begonnen. En ik vind ook echt dat het heel belangrijk is dat we niet alleen maar, want wat ik zie bij de gemeente is dat we de WO'ers en de HBO'ers ook qua stages, dat we daar wel degelijk op investeren en ook een vergoeding hebben. Maar je merkt toch dat we ook als gemeente worstelen met hoe we met mbo's omgaan. Dus ik ben daarmee bezig. Ik vind het belangrijk dat we daar eigenlijk ook voor gaan zorgen. Dat we, precies wat u zegt, als we het bedrijfsleven mee willen krijgen, moet je als overheid het goede voorbeeld geven. Ja. Talita? Ik doe de opleiding juridisch administratieve dienstverlening. Dus als ik stage wil zoeken, gaat het voor mij allemaal wat makkelijker. Omdat in mijn afdeling is het gewoon wat beter geregeld. Mensen die bij mij in de opleiding stage zoeken, die krijgen juist bij de gemeente veel sneller een stage aangeboden. Vaak krijgen ze ook dan een stagevergoeding en krijgen ze eindstand ook een baan aangeboden. Waarom kan dat dan alleen maar bij juridisch administratieve dienstverlening? Ondanks dat ik wel begrijp, oké, je moet administratie doen en zo. Maar bij de gemeente heb je ook een technische kant. Je hebt ook mensen die bij de gemeente werken om de straat schoon te vegen. Toezicht. Ik bedoel, er is zoveel meer dan alleen administratieve dingen. Waarom wordt daar dan alleen maar op gefocust? Want het is er wel, maar er wordt maar op één ding gefocust. Nee, maar ik ben het dus helemaal eens met wat je zegt. Ik denk dat we daar als gemeente een veel grotere rol ook in moeten pakken. Ook als het gaat om het voorbeeld, om de voorbeeldfunctie die je hebt. We doen het op een aantal vlakken goed, maar het kan echt veel beter. En ik denk ook dat we daarin als grootste werkgever van de stad, want dat zijn we, nog veel meer kunnen doen dan dat we tot nu toe doen. Ik raad jullie aan nog even met elkaar in gesprek te gaan. Dat kan aan de bar, dat kan hier ook nog even in de zaal. Maar doe dat vooral, grijp deze kans. We hebben hartstikke mooie dingen gehoord. Ik wil als eerste natuurlijk mijn geweldige co-hosts, geweldige vrouwen, daar op de stoelen. Ze zitten daar, geef ze een applaus. Talita Nazar. Hartelijk dank voor die bijdrage en het helpen vormgeven van deze inspirerende avond. Dan wil ik ook natuurlijk wethouder Sofjan Barkie bedanken. Sydney Polak, hartstikke dank. Max Bodie, ook dank voor je bijdrage. Jullie
bedankt voor het meestemmen, meepraten. Deze reeks werd mede mogelijk gemaakt door Erasmus Plus en Combiwell Jongerenwerk. Ook dank aan hen. En zoals ik al net zei aan het begin van deze avond is het begin van de reeks. De volgende vindt 2 december plaats. Kom vooral kijken. Dan is het nu aan mij om jullie een hele fijne avond te wensen. En hartelijk dank voor jullie komst. APPLAUS